Nou, we zijn in Wijchen, Gelderland, Nederland. In de studio Nieuw Rood. De eigenaar daarvan is Dion van Maas. Hij is eigenlijk onze vaste geluidstechnicus. En toen kwam het eigenlijk te sprake dat we een nieuwe album op gingen nemen. En we hebben eigenlijk een hele goede ervaring met Mike Reed van King Diamond uit Stockholm. Daar werken we al 10 jaar mee samen. En dit zou eigenlijk het derde album met hem worden. It started with me meeting Dennis like something like 10 years ago. It's kind of a funny story in itself because I was at a rock club in Stockholm and I just came out from the men's room and I saw this guy standing a bit further away towards the bar, really staring at me, like crazy staring at me, you know. At some point I thought that he's gonna kick my ass. And then finally he walked up to me and he introduced himself and he asked me, "Are you Mike Weep?" You know, it's like, "Yeah, that's me, why?" Oh, and then he started to talk and he's been listening to my music for a long time. And you know, and it turned out he's actually a nice guy. In mijn jeugd was ik zo geïnspireerd door hem. En toen kwam ik hem 10 jaar terug toevallig tegen in Stockholm. En ik wist dat hij een sound engineer was, maar ik dacht altijd van ja, dat is misschien erg te ver gegrepen voor ons of zo. Maar het contact ging eigenlijk zo soepel en toen is er een samenwerking ontstaan. At first we talked about the guys coming to Stockholm to record the drums. But it wasn't practical for them at this time. So then we decided that it would be easier for me to come here. So the guys rented this studio and we've been setting up over the last couple of days, recording, fixing and tricksing. Vooraf hebben we natuurlijk alle tempo tracks en de backing tracks gemaakt, zeg maar. De jongens hebben gitaarlijntjes ingespeeld, toetsen zijn ingespeeld. Daar heb ik mijn drumpartijen onder gemaakt, zeg maar. Een hele hoop tijd ingestoken. En hier zitten we vandaag. Sowieso het opnemen vandaag is heel soepel gegaan. Alles stond er vrij snel op. Sommige dingen stond ik zelf ervan te kijken. Voor mij, als dit erop staat, nou, is het afwachten natuurlijk. Drumtracks die gaan mee naar Zweden, die worden daar gemixt, gemasterd samen met de rest die nog opgenomen gaat worden. Hopelijk als het album klaar is, hebben we 8 super vette nummers op cd staan. I tend to treat every album with every band according to what the music is requiring, you know, because even if it's the same band, for example, this album will be a bit more intense musically than the previous album. What I will try to do is to give them a clean sound, but still aggressive, raw and aggressive, but they need to have a clean sound because sometimes their music and their arrangement is very complex. So you need to kind of get some kind of clarity in the mix. So that's kind of my goal for this album. Ik heb een heel aantal jaren live gespeeld met deze band. En deelgenomen aan het creatieve proces. Ja, ik heb daarin een stap terug gedaan. Toen heeft de band mij toch gevraagd om voor het vierde album de toetsenpartijen in te spelen. En het leek mij natuurlijk een geweldige uitdaging, omdat ik bij deze plaat minder in het creatieve proces betrokken ben. Dus daardoor ik de tracks eigenlijk al compleet aangeleverd krijg. Ja, ik heb dan één nummer, dat is dan compleet van mijn hand. En de rest is eigenlijk door de band geschreven. En ja, dat vond ik een behoorlijke uitdaging. Het waren echt goede nummers. Daar wil ik meteen aan meedoen. Zonder dat de druk ligt dat ik live met hun het podium op moet. Want de studio is voor mij de beste omgeving om muziek te maken. Het nieuwe album krijgt als titel Convoy of Sickness. Het is wederom een conceptalbum over de jaren 80, 90, wat vooral hier in België en in Nederland afgespeeld heeft. Dat eigenlijk vooral dat justitie eigenlijk misschien wel de grootste criminelen zijn. Nou ja, er worden eigenlijk onderwerpen gevonden. En we komen de meest bizarre onderwerpen tegen. Nou, in zekere zin hebben we de maffia-stijl, zeg maar, een beetje voortgezet. Alleen hebben we het meer richting de lokale gehaald. Nederland, België in de jaren 80. De georganiseerde misdaad die hier plaatsvond, zeg maar. We komen dingen tegen dat je echt denkt van ja, dat kan gewoon echt niet gebeurd zijn. En daar wordt eigenlijk een tekst omheen gemaakt. Muzikaal gezien denk ik dat het, nou weet ik zeker dat het album een stap voorwaarts is weer. Sneller. Zeker zijn lomper en progressiever dan Ometa was. Ik kan niet wachten tot het uitgebracht wordt. En hoop dat iedereen het ook ontzettend vet vindt natuurlijk.